jongen, jongen, zorg dat ze zaakjes voor hebben. YouTube, what up? Vandaag dag 3 van de adventkalender. Nee, ja, wel dag 3. Absoluut. Dit keer. Ik ben het wel kwijt. Ja. Dit keer een bier van Eik. Ja, jij hebt het allemaal geregeld, jij weet het. Ja, maak maar open. Maak maar open. Ik weet het niet. Het is een flesje. Het is een flesje. Dat zien we. En ik weet dat er nummer 1 op staat, dus ik ga ervan uit dat het een minstander is. Is het een, hoe noem je dat? Noem zoiets? Oh. Nee, die heeft hij. Oh, daar heeft hij. Anders is het Oetingen. Oh. Ik heb niks drie. Anders is het Oetingen. Drink je dat? Oetingen? In Duitsland is dat best wel oké aangeschreven, volgens mij. Oetingen, dat is toch een wijzen? Misschien heeft gewoon een pils. Misschien is het ook. Ons benzine gevraagd. Ja, mag hoor. Dat moet het absoluut zelf weten. Op welk kleurtje heb je een kijk? Dat is. Ik zet hem hier. Hups, flips. Oh, ik doe een beetje. Nog niet. Nee, wel. Nee, gaat helemaal fout. Ja. Ja, oh ja. Dat is ook een... We gaan meteen. We gaan naar de hups. Inschakelen dan. Weer een beetje zuurig. Vind je het zuur? Ja. Maar niet zo zuur als net, maar ik zou het dan eerder zuur blond vinden. Waarom doe ik mogen dat? Ik weet niet wat het kleur is. Ja, dat is altijd. Ik zit weer op die blonde boter. Het is allemaal eigen, hè? Dus dan ga ik gewoon niet mee in mijn meekloeien. Nee, blond niet. Maar nee, het is geen zuur bier. Nee, je hebt zure blondine. Ik bedoel, ik heb ooit het Lulke Wief, ik weet niet van welke brouwerij dat was. Want die was ook, dat was een blond, maar die was zo zuur van deze. Ja, oké, die was ook zuur. Ja, maar dat was voor mij inderdaad een grap van de naam. Proeven? Zullen we proeven? Proost. Proost. Een lager. Dat is ook wel die malty, biscuity lager toon. Ja, wat dikker. Het is nou totaal niet zuur. Nee. Dat is eigenlijk het pilsje achter iets. Ja. Ja, met voorkennis ga je altijd zoeken. Ik geloof het niet hoor, maar ik weet dat Rogier zelf zo recentelijk een biergebrouwer heeft. Of in ieder geval, hij heeft vaak een biergebrouwer. Maar eentje gewoon voor de naam van de winkel. Dat is of een blond of een lager. En dan ga je denken dat het misschien wel zoiets is. Maar ik denk dat deze meer richting dag 1 gaat. Een beetje hetzelfde soort stijl, ook een lagerachtig. Maar dit is natuurlijk wel de eerste van deze slijterij. Dus het kan best dat dit ook gewoon... Ja, dat kan. Dat is wel, ja, dat kan. Ik vind wel, ik heb wel het idee dat de body voller is dan de eerste. Ja, dat dus, sowieso. En daardoor denk ik dus dat het misschien wel geen lager is. Ik denk dat het wel iets rond, de eerste die was 4,0 qua percentage. 5,0 iets. Dat was verrassend voor mij. Voor mij zei dat ook 4,8. We zeiden allemaal niet erbij. Ja. Maar ja, ik verwacht dat deze wel iets boven zit. Ik verwacht deze boven 5 zit. 5,3? Ik zit eigenlijk hetzelfde. Ik denk 5,7. Zal ik hem ook maar? Nee, wacht even. Ik heb hier een dopje liggen. Oh ja, dat hebben we net ook niet gedaan. Super. Echt helemaal top. We hebben eerst hier de binnenkant. Oké. Duitsland! Toch Duitsland, Rothaus. Toch Duitsland, ik heb heel veel Duitsland niet in je boek opnemen. Jawel. Oetinger. Ja, begon over Oetinger. Oh, ja. Ja, daar blijft het Duitsland. Nee, maak hem open. Kijk, dat klopt. Wat is Rothaus dan? Mij zegt het niet van... Rothaus volgens mij gewoon een pils. Gewoon zo'n pils die je daar bij supermarkt koopt. Het is wel. Ja, oh. Heel. Nee, dit is wel zelf gedaan, denk ik. Het is te los. Rothaus, Altsapfel. Kristallklares weiches Brauwasser aus 7. Ja, wacht. Rothaus Brau. Altsapfel. Badische Stadenbrau. Altsapfel, dat staat er weer. Oh, kijk eens naar het percentage, ik zie het al. Of zij het 5,1. 5,3 zei jij. We kunnen terugkijken. Ja. Maar wat is een ijszapfel? Ik ken de stijl ijszapfel niet. Oh, een Märzen. Wat Märzen? Ja, dat ga je dus weer. Het Märzen is een soort lager. Net als dat Krush. Ja, dat weet ik ook niet zeker. Maar net als dat eerste bier. Mag ik even kijken? Volgens mij is dat ook een lager. En Pils is ook een lager. Hij sappel. Maar ja, het is een merk. Ja, dus als het goed is, zegt hij daar ook meer. Ik tik echt gewoon ijssap van op. En mooi, net zo van Rothaus. En je hebt een bier van eigen ja.
En zeker. Ja, dit is weer, weet je, prima doordringbaar. Maar als ik het over speciaal bied. Kijk, dat is. Ik vind ook dat de markt een beetje verpest is. En ik ben daar een van de voorlopers van, zeg maar. Ja, voorloper. Voor meeloper. Het begint nou een beetje op te komen dat hele lager. En dat dat eigenlijk ook speciaal is. En misschien wel veel moeilijker te brouwen. Maar ik vind dat de smaken vaak te simpel zijn en te doordringbaar. Dat ik denk, ja, ik schaar dit minder snel onder speciaal bier. Het is lekker, het is doordringbaar, er is helemaal niks aan te merken. Maar als ik het over speciaal bier heb, dan wacht ik. Maar heeft minder weg van een pils dan van een speciaal bier. Maar wat voor pilsje? En anders drink ik liever gewoon een pilsje dan dit. Nee, ik drink maar een. Toch wel, ja? Vind je een pils lekkerder dan? Ik vind een pils lekkerder dan dit. Ik niet, als ik nou... Bij mij is het dus ook, ik drink ook liever een pilsje dan dit. Omdat dat verschil heel klein is. En dat ik zeg, ik ben verpest. Maar het vernugratieve is, dit is dan wel duidelijk, dit zal meevallen. Maar een pils, wat zal een pils kosten? Misschien 50 cent een fles. Zeker in de aanbieding. Dit gaat waarschijnlijk naar 1, 2, 3 euro. Ja. En dan denk ik, ja, als ik dan inderdaad... Ja, dan vind ik dat verschil... Ja. Ik drink reet dure bieren, dus dat is het niet. Maar dat verschil vind ik het niet waard. Jij hebt voorkennis of jij hebt je niet doorgeklikt? 2 euro. Ja, precies. Dan denk ik, ja, het is leuk, het is lekker. En als ik in de buurt ben, zou ik het zeker drinken. Maar als je hier een krat van 24 in moet zetten, ben je 48 euro aan pils aan het wegdenken. Het is geen pils, maar zo voelt voor, het voor de beleving. Ja, 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 ja. Ik zeg al, noem me dan een snop, maar dat is wel hoe het voor mij voelt. Hij heeft wel kristalhelder. Ja, ja, zeker. Hij is wel echt heel helder. Mooi. Heeft iemand iets te zeggen? Nee. Sluiten we de 3 december af. Non de ju. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Aito. Hopelijk. Morgen. Proost. Proost. Jee, met een leeg glas. Ik heb nog wel een slokje. Nee, ik ook. Yes.